Hey, welkom bij een nieuwe video. Er wordt wel eens gezegd dat honden de beste vriend van de mensen zijn. Op de hele wereld zouden er meer dan 950 miljoen honden leven. Uit deze honden bestaan er ook een aantal unieke exemplaren die zeer zeldzaam zijn. Vandaag ga ik je 10 honden laten zien die maar eens in de 1000 jaar geboren worden. Ben jij nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Voordat we beginnen met de video, abonneer ook even op ons nieuwe kanaal. Hier uploaden we 3 video's per week over allerlei fascinerende onderwerpen. Typ fascinerend in de YouTube zoekbalk of klik op de link in de beschrijving om naar het kanaal te gaan. Ik zie je daar. Nummer 10. Ik zie je al denken. Dit moet gewoon een gefotoshopte foto van een hond zijn. Toch? Nee. Het hondenras van deze hond is een Shih Tzu en deze specifieke hond heet Yogi en is zoals je ziet erg uniek. Maar hoe kan het dat deze hond een mensachtig gezicht heeft? Helaas weten we dit niet. Zijn eigenaar Chantal Desjardins wilde niet viraal gaan toen ze een foto uploadde van haar 2 honden Yogi en Daria. De ene hond ziet er schattig uit terwijl de andere hond een mensachtig gezicht heeft. Sommige mensen in de reactie zeiden dat de hond leek op beroemdheden zoals Nicolas Cage, Paul Rudd of Ed Sheeran. Welke beroemdheid zie jij in het gezicht van de hond? Nummer 9. Wie houdt er nu niet van kleine puppy's? Maar als je de volgende puppy ziet, zal je al helemaal verbaasd zijn. Maak kennis met Miracle Millie, een vrouwelijke chihuahua die allerlei records heeft verbroken. Deze hond is zo klein dat het in een koffiebeker past. Ze is geboren in december van 2011 en ze woog minder dan een halve kilogram bij de geboorte. Haar ongelooflijk unieke en kleine formaat maakte het leven een uitdaging. Haar mond was eigenlijk te klein om door haar moeder gevoed te worden, dus moest haar eigenaar Vanessa Semler om de 2 uur melk in haar mond druppelen. Het hondje ging uiteindelijk ook over van het slapen in een poppenbedje naar slapen in een wieg van een baby. Vandaag de dag is ze slechts 9,65 centimeter groot. Nummer 8. De volgende hond, genaamd Duncan Lou, was vernoemd naar Cindy Lou, een kerstpersonage in de film How the Grinch Stole Christmas. De hond veroverde miljoenen harten met zijn vastberadenheid, lieve glimlach en unieke uiterlijk. Hij is een bokserhondenras en werd geboren met zijn achterpoten aan elkaar. Toen hij werd geadopteerd was hij 3 maanden oud en de familie heeft sindsdien goed voor hem gezorgd. Gelukkig overleefde hij het wel bij de geboorte, want hij had ook auto-immuunproblemen. De hond werd zelfs een keer uit de auto geslingerd. Maar dit verhaal dient als inspiratie. De hond gaf niet op en leerde te lopen en kon zelfs hard rennen met slechts 2 poten. Hoe knap is dat wel niet? Nummer 7. Maak kennis met Quasimodo, een rasechte Duitse herder. De hond werd vernoemd naar het karakter van de klokkenluider van de Notre Dame en hij leidt aan een uiterst zeldzame aandoening, het korte ruggengraatsyndroom. Dit is een genetische aandoening en het is ontzettend zeldzaam. Wanneer een hond dit heeft, betekent het dat hij een korte torso en gebogen rug heeft, vandaar ook de vergelijking met het personage Quasimodo. Deze aandoening zou de ribbenkast aantasten waardoor het lijkt alsof de hond geen nek heeft. Hij kan ook zijn kop niet draaien, maar voor de rest gaat hij gewoon door met zijn dagelijkse bezigheden als een normale en vrolijke hond. Hij houdt ervan om geaaid en geknuffeld te worden en hij zou ook precies weten hoe hij in iemands schoot moet passen. Nummer 6. Toby, de Australische herdershond, is ook een hele aparte hond, want hij heeft niet 1, maar 2 neuzen. Hij werd gevonden door een dierenreddingsgroep zwervend in de straten van Fresno, Californië. Zijn verhaal werd gepubliceerd en net voordat de groep op het punt stond hem in te laten slapen omdat ze dachten dat hij het niet zou overleven, nam dierenvriend Todd Ray hem in huis. Todd Ray is niet zomaar een hondeneigenaar. Hij is houder van het Guinness World Record voor het hebben van de grootste collectie van 2-hoofdige dieren die hij had geadopteerd. Toen hij zag dat Toby 2 neuzen had, besloot hij hem meteen te adopteren. Dierenartsen dachten dat Toby gezondheidsproblemen zou krijgen, maar uiteindelijk werd er bevestigd dat hij in perfecte gezondheid verkeerde. De hond zou zelfs een ongewoon krachtige reukzin bezitten, zelfs meer dan een gemiddelde hond. Er wordt gedacht dat hij 10.000 tot 100.000 keer beter kan ruiken dan mensen.
Een van zijn vaardigheden is het terugvinden van een bal waar niemand anders hem kan zien. Nummer 5. Een Duitse herder genaamd Sandy werd geboren in Griekenland met een ongewone misvorming die nog nooit iemand eerder had gezien. Sandy's voorpoten zijn namelijk ongewoon gebogen. Zo erg zelfs dat hij aan het begin op zijn borst moet lopen. Daarnaast is hij ook slechtziend. Het leek er dus op dat er niet veel hoop was voor de arme hond, totdat het verhaal over de hond viraal ging. Hij werd naar de Engelse stad Cambridge gestuurd nadat er geld ingezameld was en hij werd daar in een dierenasiel opgenomen. Een plaatselijke dierenwinkel schonk hem zelfs een nieuw bed en speelgoed. Sandy kreeg alle liefde, aandacht en medische zorg die hij nodig had en verdiende. Na 2 operaties en verschillende vormen van fysiotherapie was hij in staat om een normaal leven te leiden. Nummer 4. Hoe groot denk je dat de kansen zijn dat je hond wordt geboren met 2 monden, 2 neuzen en 4 ogen? Dit geval is zeer zeldzaam en zover ik had kunnen vinden is dit de enige hond die ooit 2 hoofden heeft gehad. De hond behoort bij de familie Juangal Ortiz die in de stad Bagua in Peru woont. Ze schrokken zich dood toen ze zagen dat hun hond leven had geschonken aan 6 pups. Een van hen zag er totaal anders uit, want hij leek 2 hoofden te hebben. Dierenartsen dachten dat hij niet lang te leven had. Maar wonder boven wonder was de puppy die eigenlijk een Siamese tweeling is gezond. De familie heeft gezworen er uitstekend voor te zorgen en hem te behandelen net zoals de rest van de puppy's. Nummer 3. Wendy de Whippet is een wereldberoemde hond die bekend geworden is als de sterkste hond ter wereld. Ze werd veel gepubliceerd in de media, waaronder New York Times, Today Show en Inside Edition. Wendy wordt ook wel de Arnold Schwarzenegger van de honden genoemd. Ze woog 27 kilogram en heeft dikke spieren, zelfs rondom haar nek. Wendy had namelijk een super zeldzame genetische mutatie waardoor ze 2 keer zo zwaar was als een gemiddelde Whippet hond. Maar daarnaast had ze wel de gemiddelde hoogte en een karakteristieke smalle kop. Haar spieren, hoewel ze haar sterk en beroemd maakte, weerhielden haar ervan om zo snel te rennen als andere honden. Ze kon ook niet gemakkelijk draaien. Helaas is Wendy vandaag de dag ook niet meer onder ons. Nummer 2. Atlas is niet alleen 's werelds langste levende hond, hij is ook 's werelds zachtaardigste reus. Hij werd ooit gekocht van een fokker in Missouri, USA. En Atlas was de enige hond in zijn nest die voeten had die te groot waren om op te lopen. In het eerste deel van zijn leven kon de Duitse dok nauwelijks een paar stappen zetten zonder te vallen. De situatie verslechterde naarmate hij ouder en groter werd. Toen hij 6 jaar oud was, woog hij maar liefst 102 kilogram. Daarnaast was hij ook intimiderend met een lengte van 104 centimeter. De familie Saai, de eigenaren van Atlas, hebben vaak moeite om de reusachtige hond te huisvesten. Toen ze gingen verhuizen konden ze geen huis vinden met een gang waar Atlas doorheen kon. Zijn halsbanden moesten ook op maat worden gemaakt. De dierenarts moest ook meestal naar hem toe komen omdat het te moeilijk is om hem in een auto te krijgen. Maar de hond lijkt wel gelukkig te zijn, want hij brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met het luieren in huis. Nummer 1. Toen Turbo Roo de Chihuahua werd geboren, miste hij helaas zijn voorpoten. Als gevolg daarvan moest de hond aan het begin rondhuppelen. Toen hij 4 weken oud was, gaven zijn baasjes hem op, omdat ze niet meer voor hem konden zorgen. In plaats daarvan nam een dierenassistente genaamd Ashley Looper hem in huis. Ashley was er namelijk al bekend mee met hoe moeilijk het kan zijn om voor een gehandicapte hond te zorgen. Ze wist geld in te zamelen om het hondje te helpen een gemakkelijker leven te leiden. Ze wist namelijk meer dan $3500 te vergaren. Een ontwerper bood aan om een karretje voor het hondje te maken, samen met een aantal geweldige groene wielen. Nu loopt de hond rond in stijl en hij speelt net als elke andere hond, alleen hij heeft een set koele wielen om hem helpen te bewegen. Wat voor hond heb jij? Of wil jij er een? Laat het me weten in de reacties. Als je het een goede video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.